zijn vrouwen betere leiders dan mannen? En waarom? En waarom dringen toch heel weinig vrouwen door in de top van het bedrijfsleven en de politiek? We hebben een voorkeur voor mannelijke leiders in oorlogstijd en vrouwelijke leiders in vredestijd. Nou, ik ben evolutionair psycholoog en ik kijk hoe ons minister van, ministers van Defensie. Het is heel frappant dat als je naar de ministers van Defensie kijkt van Noord-West-Europese landen, dat zijn allemaal vrouwen. Nou, mijn vraag is Stel nu dat we het ministers van oorlog hadden genoemd. Waren deze vrouwen dan nog steeds in beeld gekomen? Ik vraag het mij af. Wat was uit dit onderzoek is dat hè, Buma en Rutte kwamen als beste leiders naar voren. Die hebben ook het meest een leiderschapsgezicht. Maar interessant was dat Klave werd geprefereerd wanneer? Op het moment dat we vroegen, wie wil je als kapitein van je boot als je met elkaar goed moet samenwerken? Inkomsten, maar over het algemeen zijn mannen in hun leidinggeven iets meer autoritair, iets meer dominant. Iets meer assertief. Die zeggen gewoon sneller, dit moet je doen. Terwijl daarentegen, als je naar vrouwen kijkt, die geven op een wat egalitaire manier leiding. Die betrekken de groep er meer bij. Participatief leiderschap, democratisch. En als je kijkt naar de moderne werkomgeving, waarin veel verbindend leiderschap moet zijn, waar mensen met elkaar moeten samenwerken, dan zou je zeggen, ja, dat is het terrein voor vrouwen. En toch, en nu kom ik bij het moeilijke punt het glazen plafond. Dus heel veel geconcureerd worden als jij promotie wil maken. En elke keer in elke laag moet je weer opnieuw concurreren. Dat is niet het terrein waar vrouwen zich over het algemeen lekker bij voelen. Dat. De warme, competente, egalitaire, vriendelijke teamleider, die moet het afleggen, want die is minder zichtbaar dan de mannelijke collega die assertief en dominant is en dus zichtbaarder in de organisatie. Dat is mismatch 2. De derde mismatch. Heeft te maken met hoe mannen en vrouwen op verschillende manieren met elkaar samenwerken. In hiërarchische relaties, over het algemeen, helpen zij elkaar niet, zij hinderen elkaar. En dat noemen we het Queen Bee-effect.